Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom vanuit de Laurenskerk in Rotterdam. En ik heb het er vaak met jullie over gehad de afgelopen maanden. We hadden een plan om naar de grootste kerk van Nederland, met het grootste orgel van Nederland te gaan. En daar zijn we. Dus dat is natuurlijk best heel erg bijzonder. En er komt een drieluik. We zijn vanavond in de Laurenskerk. We zijn zaterdagavond in de Laurenskerk. En volgende week dinsdagavond 3 uitzendingen gaan we maken. En het thema van vanavond is toccata. Omdat ik ga beginnen met een hele bekende toccata van Michelle Leclerc. Die zij ooit schreef voor de orgelbouwer Jan van de Heuvel. Bedankt voor het afstemmen. Want mede dankzij jullie loyaliteit, dankzij het feit dat jullie regelmatig een donatie doen, kunnen we hier vanavond in de Laurenskerk zijn. Ook een hartelijk dank aan Wim en Ellen de Penning, die het technisch allemaal heel erg mooi voor elkaar hebben. Ik heb in de repetitie al even wat gezien. Nou, en ik hoop dat jullie net zo gaan genieten als ik zelf aan de klavieren. Mijn fantastische assistent Hanno Bos is erbij vanavond, dus daar ligt het niet aan. Die gaat alle klankkleuren van dit imposante orgel laten horen. Een 4 klaviersorgel, het borstwerk, dat zijn de pijpen die het dichtst bij zitten. Dan heb je het bovenwerk in de zwelkast, dat kan je met het zwelpedaal open en dicht zetten. En daar zitten ook de chamades, de horizontale trompetten, het hoofdwerk en het rugwerk hier achter mijn rug. Ga ervan genieten. Fijn dat jullie er zijn. We beginnen met de toccata van Michelle Leclerc. Heerlijke opening, hè, met die toccata van Michelle Leclerc, die ze speciaal schreef voor de orgelbouwer Jan van de Heuvel. En wat klinkt dat hier? En als dan op een gegeven moment die bazuin 32 voet erin komt, nou, dan trilt de hele kerk.
Het volgende stuk is de Catharina-symfonie. En dat heb ik speciaal ook weer gekozen omdat ik graag alle facetten, alle klankkleuren van dit orgel wil laten horen. Ooit geschreven voor een opname op het Van de Heuvel-orgel in de Catharina-kerk in Stockholm. Ik begin met een intrada, het mooie thema. Dan komt er een trumpettune en dan gebruik ik voor het eerst de chamade-trompetten. Nou, dat is een imposant geluid, zal ik je vertellen. Dan komt er een fluitstukje op het borstwerk, op het bovenste klavier. Meditation, een soort gebed vanuit de zwelkast met de zwel dicht. En dan bouwen we op via een toccatine naar de mars en het volle orgel in de finale. Geniet van de Catharina-symfonie.
Ja, de Laurenskerk. En ik heb hier een hele geschiedenis liggen eigenlijk. Ik kan me nog heel goed herinneren, praat misschien wel over 30, 35 jaar geleden, dat ik voor het eerst op Koninginnedag, was er toen nog hier, mocht spelen. Dat werd georganiseerd door meneer Marcus uit Berk en Woude. En nogal meegemaakt dat Klaas-Jan Mulder hier ook nog bij was met zijn kampermannenkoor. Dan mocht ik op het transeptorgel, nog niet op dit grote instrument, want daar speelde Klaas-Jan dan. En later mocht ik achter de klavieren van dit orgel. Martin en Martin hebben we hier vaak gedaan. Ik heb vaak solo concerten gespeeld hier. Samen met Jan Veen ben ik hier geweest. En dan zat altijd die kerk helemaal vol. Maar vandaag niet. Vandaag zijn we hier met een paar mensen. Maar des te blij en dankbaar ben ik erom dat we hier toch deze uitzendingen kunnen maken. Dankzij jullie thuis. En ik hoop dat jullie net zo genieten als dat wij genieten. En hoe meer abonnees op ons kanaal, hoe meer mogelijkheden we hebben. Dus ik zou zeggen, abonneren, abonneren, abonneren. Het volgende stuk is van Bach. Niet zozeer een orgelstuk, dan wel geschreven voor een zangstem, Bis du bei mir. En dan gaan we de prachtige uitkomende stemmen laten horen van het rugwerk, de kromhoorn en allerlei andere manualen waar prachtige uitkomende stemmen op zitten. Geniet van Bachs Bis du bei mir. Ja, mooie muziek van Bach, Bis du bei mir. De toccata uit de suite gothique van Léon Boalmant is het volgende stuk. En dat heb ik speciaal gekozen omdat je dan zo prachtig die zwelkast kunt laten horen. Een hele volle klank, maar toch
vanuit de verte komt het geluid dan. En we beginnen met een heel mooi zacht tongwerk er al in. En Hanno die bouwt het orgel dan echt op een gegeven moment op naar een vol werk. Waarbij de 32 voet een belangrijke rol speelt, de bazuin 32. En eigenlijk die prachtige opbouw in die toccata, die snelle passages met de handen. En dat thema in het pedaal, hè, dat kennen jullie wel. Dat doet het hier heel erg goed in de imposante Laurenskerk. De toccata van Bohemond. Imposante toccata, altijd weer, van Léon Bohemond. We gaan nu naar een Sarabanda van Tartini. Een Italiaans werkje. En daarbij laat ik de uitkomende stemmen horen van het borstwerk, van het bovenwerk en van het rugwerk. Van de drie verschillende werken in de begeleiding doe ik met de linkerhand op het hoofdwerk.
Een prachtig themaatje, hele mooie sarabanda van de Italiaanse componist Tartini. Ja, als organist tref je het of je treft het niet. Ja, iedere keer als je naar een kerk toe gaat, dan moet je maar weer afwachten wat voor orgel er staat. En de Laurenskerk zit eigenlijk alles mee. Kijk, als je trompetist bent, dan neem je je eigen instrument overal mee naartoe. Als organist moet je het altijd maar weer afwachten. En soms is het echt, soms zit je in een heel klein kerkje, of je hebt een heel lelijk orgel, of het is niet goed onderhouden of wat dan ook. En dan is het echt hard werken. Maar hier in de Laurens is het eigenlijk allemaal perfect voor elkaar. Heerlijk spelen. Er zit een barkersysteem. Je bedient een van deze koppels als het ware, de barker. En daardoor is de tractuur, het spelen van het orgel, eigenlijk helemaal niet zwaar. Dus als je alle vier de klavieren aan elkaar koppelt, heb je toch niet het gevoel dat je heel veel druk op de toetsen hebt.
Dus dat is natuurlijk heerlijk. De volgende toccata, want zo heet het thema van vandaag, is de toccata van Gordon Nevin. En terwijl de klok van de Laurenskerk luidt, ga ik die voor jullie spelen. Geniet van de toccata van de Amerikaan Gordon Nevin. Thank you.
Ja, de prachtige toccata van Nevin. En daarmee zijn we aangekomen bij Nimrod uit Enigma van Edward Elgar. En ik heb er al vaker van gezegd, dat is zo'n prachtig Engels romantisch werkje. Toen Edward Elgar dit muziekstuk schreef, moet hij wel gedacht hebben aan iemand waar hij heel erg veel van gehouden heeft. Dat hoor je in de muziek terug. En dat klinkt zo mooi romantisch op dit prachtige orgel hier in de Laurenskerk in Rotterdam. Geniet van Nimrod van Edward Elgar. Wat een orgel, hè? Geweldig. Heerlijk om hier voor jullie te mogen spelen. En mede mogelijk gemaakt door de mensen die donaties doen voor het programma. Heel erg bedankt daarvoor. Een belangrijk onderdeel van dit orgel is de batterij met chamades die hier boven mijn hoofd hangt. En het is eigenlijk zo, als je het volle werk van het orgel gebruikt en je doet daarna de chamades erbij, komt er eigenlijk aan volume nog een compleet orgel bij. Maar je kan ook heel mooi de uitkomende chamades gebruiken. En de trompete briljante en de trompete batella, die ga ik nu gebruiken. En de tuba tune van Lang, de Engelse componist. En daarin kan je prachtig de uitkomende stemmen van de chamades
van die shamanen trompetten laten horen. En eigenlijk in de begeleiding kan je toch fors blijven begeleiden. Normaal als je een uitkomende stem speelt, dan moet de begeleiding moet alles veel zachter. Maar in deze tubatune kan het echt lekker losgaan. Geniet van de shamanen trompetten van dit imposante Laurens-orgel. Ja, door de componist C.S. Lang, speciaal geschreven voor de tuba's, hè, de shamanentrompetten. Ja, en daarmee komen we langzaam, maar toch zeker, aan het eind van het eerste programma. Maar gelukkig komen we zaterdag weer terug vanuit de Laurenskerk. En zelfs volgende week dinsdag nog een keer. En aanstaande zaterdag is het thema koraalbewerkingen van eigen bodem. In alle bescheidenheid kies ik dan wat eigen koraalbewerkingen uiteraard. Maar ook onder andere van Fijke Asma, Jan Zwart, Klaas-Jan Mulder. En nou ja, je kent ze wel, eigenlijk mijn grote voorbeelden en vroeger mijn idolen. In deze Laurenskerk, ik vertelde het al, heb ik heel veel geschiedenis. En ik heb hier mijn vijfde improvisatie-cd opgenomen. En in de tijd heb ik toen ook geïmproviseerd, geïnspireerd ook door de shamanentrompetten, op dat schitterende opwekkingslied Voorwaarts Christenstrijders. En dat ga ik ten slotte voor jullie spelen. Eigenlijk een martiale improvisatie. Beetje in de stijl van de zangers van het Leger des Heils. Voorwaarts Christenstrijders.
En daarmee zijn we eigenlijk een beetje aan een glorieus slot van het eerste programma vanuit de Laurens gekomen. Een vol orgel. En fantastisch terzijde gestaan. Jullie hebben het allemaal kunnen zien. Een kijkje in de keuken gehad door die geweldige registrant Hanno Bos. En in het volgende programma ga ik ook een prachtige compositie van Hanno spelen. In de koraalbewerkingen van Eigen Bodem. Doneer je op het kanaal. En dan kunnen we misschien nog wel naar andere bijzondere orgels in ons land in de komende tijd. Ik heb daar veel zin in. Het is geweldig om hier in de Laurens te zijn. En ik hoop dat jullie er met z'n allen thuis heel erg van genoten hebben vanavond. Dank voor de donaties om dit allemaal mogelijk te maken. Dank voor de loyaliteit. Dank voor het afstemmen op het programma. En ik zou zeggen voor straks wel te rusten. En ik eindig weer met de woorden van mijn lieve dochter. Het komt goed, want we hebben elkaar.